Het is misschien wel leuk om terug te blikken op het populairste bericht van deze week. De gearresteerde dwergpapegaai die viral ging. We blikken terug met wijkagent Lars Maarseveen van de Utrechtse politie. Lars, dat ja. Is, ja, we zagen het net even in beeld. Het was een schitterend... Het was gewoon een vogeltje met een soort zo'n privacybalkje. Een balkje ervoor, net als een echte verdachte. Ja, ik zal het nog even vertellen aan de kijkers. Wat gebeurde er? Het was dus een dwergpapegaai die wereldnieuws werd vanwege een winkeldiefstal. En moet ik eerlijk bij zeggen dat het eigenlijk zijn baasje was die ermee met iets vandoor was gegaan. Dat kan Lars misschien zo wel vertellen. En omdat de agenten geen kooitje voor handen hadden, werd die dwergpapegaai in goed overleg in zijn eigen cel gezet. Lars... Op water en brood, hè? Dat zien we. Ja, ja, zoals een echte verdachte, zeg maar. Op water en brood in de cel. we komen natuurlijk bij... als we mensen ophalen die iets mogelijk hebben gestolen of dergelijke... en we brengen ze naar het politiebureau om daar even te verblijven in de cel... komen we wel eens tegen dat ze een hond of zo bij zich hebben of een rolstoel. Nou, daar weten we altijd wel een draai aan te geven. En voor de hond hebben we bijvoorbeeld een kennel. Maar voor de vogel, voor de vogeltje hadden we niks, voor. Nee. Dus in goed overleg met het baasje hebben we de vogel mee op cel gezet, zeg maar. En wat gebeurde er? Jullie maakten er een kiekje van? Ja, wij hebben door middel van social media plaatsen ook wel eens ludieke dingetjes. Nou, dit was een van die dingen die we hebben geplaatst. En toen ging het helemaal los. Het, meerdere buitenlandse media die hebben ons benaderd. Ja, we kunnen even kijken, want het begon eigenlijk op Twitter. Daar ging het eerst helemaal los. En toen, hier zien we dus allerlei Engelse kranten. Ja. Kreeg je dan, stond de telefoon ook eerst roodgloeiend? Nou, voornamelijk via social media zijn we voornamelijk benaderd. Ook omdat we die foto hadden geplaatst via dat medium. En uiteindelijk ons mediateam is ook hartstikke druk ermee geweest door verschillende verzoeken. Hij ging... Nog harder door het RTV Utrecht, mooi het balkje. Ja, dat moeten we wel even... Ja, die credits liggen bij jullie. Dat waren de collega's van RTV die dachten, dat is toch zielig zo'n... Hè, zo'n overigens, weet iedereen wie het is. Ja, dan weet iedereen wie het is. Nou, dat is even... Jij had het over de herleidbaarheid. Ja. Dus we maken er nu een beetje grapje van, maar dat is wel iets... Nee, kijk, we willen natuurlijk met zo'n foto niemand schaden, zeg maar. Dus we kunnen erom lachen misschien, maar uiteindelijk zit er wel een verhaal aan vast natuurlijk van iemand. Ja, want dit was dus een winkeldief met een vogel op zijn schouder. Dat is op zich best wel herkenbaar. Uniek. Ja, zeker uniek. Dat komen we echt niet vaak tegen. En mensen in de omgeving komen, herkennen dat misschien. Dus, Maar het is nu op social media, je ziet bijvoorbeeld bij de NS en bij bol.com... is het een beetje een trend dat je ook heel lollig kan reageren op klanten. Dus jullie bij de politie, jullie hebben ook af en toe leuke berichten. Ja. Is dat ook iets waar jullie naar streven? Nee, het is niet ons doel. We proberen natuurlijk contact te maken met de burgers van Utrecht... door middel van social media. En dat doen we via Facebook, Instagram, et cetera. Proberen we de bereikbaarheid tussen de politie en de bewoner gewoon te verkleinen, zeg maar. Dat we proberen bereikbaar te zijn voor hen en als ze dat nodig hebben. Maar ook andersom, dus dat we soms reageren met berichten. Ja, dus dit is voor jullie een fijn middel om... Om dichter bij de burger te staan, zeg maar, bij de bewoners te staan. Nou.